Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben vandaag met een nieuwe serie genaamd SimCity. Ik ga deze serie doen met Ido, behalve deze aflevering ga ik nog eventjes nog alleen doen omdat Ido niet echt veel tijd heeft op het moment. Dus daarvan ben ik nu dus eventjes alleen. En ja, we gaan dus even een beetje beginnen, want Ido zit als het goed is daar in dit gebied. En hier in het midden kunnen we nog een grote constructie bouwen. En nou ja, ik zit natuurlijk hier. Dus ga eens even zien waar onze resources eigenlijk allemaal zitten. Oké, de kolen die zitten daar. Niet echt de grootste benodigdheden wat ik heb voor later. Erts zit daar. En verwacht maar dat olie hier zit zeker. Oh nee, toch niet. Oeh, dat is eigenlijk best wel gunstig. Als ik daar dan een beetje de omega kool dingen neerzet. Want ik heb natuurlijk ook een DLC. Waarom staat dit te blinken? Oh, omdat ik ook natuurlijk pretparken kan neerzetten. Ah ja. Maar ik heb natuurlijk ook een Omega Core. En later kun je dat dan ook allemaal via de Omega Core uit de grond boren. Dus dan is het op zich best handig om te hebben. In ieder geval, ik ga dit eventjes een klein beginnetje maken. Gaat niet echt veel worden, denk ik. Ja, ik moet even een beetje denken hoe ik dit ga doen. Want als hier al eens een beetje zit voor de industrie. En waar gaat de wind heen? Die gaat zo. Oké, dan moet ik hier dus wel mijn industrie neerzetten. Lijkt me wel handig. De windkaart mag wel even uit. Dus dat doe ik gewoon in dit gebied. En dit kan ik gewoon alles van de commissie en de woningen neerzetten. Dus ik ga er gewoon... Want hier hebben we natuurlijk ook nog een spoor. En dat spoor gaan we ook nog wel gebruiken later. Maar ik zit er... beetje om na te denken om dit een beetje uit te breiden ook om het telkens weer beter in verbinding met de industrie te kunnen maken. Dat gaan we echt wel nodig hebben. In ieder geval, we gaan even een woonwijk maken. Gaan we dan ook nog een beetje commercie hebben. En dan hier een beetje winkels. Gaan we ook alvast een beetje richting dit gedeelte een weg naartoe bouwen. Om eventueel nog wel industrie te kunnen maken. Kijk, ik kan ook een soort van een rotonde gaan maken. Een beetje een gigantische rotonde, maar... Ja, daar maak ik gewoon een rotonde, zodat we nog meerdere kanten op kunnen. Kijk ik hier. Kijk, dit kan toch wel. Ja, dat gaat wel makkelijk lukken. Als we dan bijvoorbeeld gewoon hier de Omega Core neerzetten, dan komt het wel goed. Dus later gaan er wel weer wat industriegebiedjes wel sneuvelen. Maar dat is dan. Nu. Kijk, want hier gaan we natuurlijk de industrie neerzetten. Oké. We moeten natuurlijk ook nog een beetje stroom hebben, dus we gaan gewoon beginnen met een windmolenpark. Water hebben we ook wel genoeg van. Maar waar? We kunnen ook een hydropomp inrichting nu al gaan maken. Dat is natuurlijk nog wel een stuk beter. Dat zit er gewoon hier, ja. Daar hebben we budgetproblemen. Dat is geen probleem. Dan kunnen we alles een beetje laten rollen. Ik zie wel dat het niet echt egaal loopt. Maar oké, laten we gewoon hier neerzetten. Gewoon op de rotonde. En dan gaan we hier nog een keer een weg naar dit gebied uitmaken. Oké, we kunnen ook een Omega Core fabriek maken. Moet dat? Nee, heb ik niet echt nodig. In ieder geval, we maken er in ieder geval weer winst. Dat is mooi. Omega Core ontdekt. Ja, dat is logisch, maar het lijkt me niet echt verstandig op het moment. Daar alvast mee aan te beginnen. We moeten namelijk eerst een beetje de basis doen. Maar ik denk ook niet dat ik deze aflevering heel lang maak.
Misschien wel handig om eerst een school of iets van deze dingen. Een school lijkt me het handigst, want dat is natuurlijk redelijk logisch. Wat zeggen bedshuis? Dat kan ik wel doen. Deze spoorweg, die kunnen we natuurlijk gewoon helemaal met zo'n draai hierheen. Hij wil nu al dat we beginnen met op gekomen volgens mij. Het gaat ons wel heel wat geld opleveren alweer. Kijk, wat hebben ze nodig? Hier genoeg consumenten van vracht. Moeten we straks eventjes zo'n handelsdepot neerzetten ofzo. Dat heb ik ook wel een ander idee. Even mee wachten. En deze huisjes, die gaan nu een wat moderner uitzien dan deze. Vanwege mijn hierop op in richting. Kijk maar. Zet er wel mooi daar neer. Nee, dat hoef ik niet. Dankjewel. Ja, dat is waar. Ik denk dat dit gebied wel echt de industrie wordt en dat we dan hier woonwijken neerplaatsen hier. Want we hebben natuurlijk ook van die megatorens, dus die kunnen we wel heel goed gebruiken. Maar alles komt wel van elkaar. Academie hebben we natuurlijk ook nog. Want zelfs voor Ido is dit nog wel later echt handig. Als ik bijvoorbeeld een academie heb, dan kan hij gewoon ook boosters kopen. Bijvoorbeeld voor zijn windmolenpark. En dan kan hij gewoon gebruik maken van mijn academie boosters. Daar is wel een upgradeje voor. Dat is windversterker, ja. En als ik genoeg controle heb om zelfs naar Ido toe te brengen, dan komt dat weer helemaal goed. Even goed zitten. Oké, ja, ik ga nog eventjes waarschijnlijk een basisschool neerzetten en that's it eigenlijk. Staat sowieso in de plus. Meestal geven we uit aan de overheid. Nou ja, dat is prima. Stadsspecialisatie. Ja. Academie, tuurlijk. Ik zat ook nog eentje wat te vragen. Ah, oh, die is net weg. Oké, jammer. Maak in ieder geval wel 2000 winst. Oh, misschien voor deze een handelsdepot dat hij extra geld heeft. Denk het wel. Oké, onderwijs. Oké, nu heeft iedereen dit gebied alvast een school. Oké, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Zoals jullie zien heb ik natuurlijk nog niet te veel gemaakt. Maar dat komt ook vanwege dat ik niet te ver voor wil lopen op Ido. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. En zie ik volgende keer weer. Later.